give me some. Move your body right. Pull your hands up. Move your arms around. Yep. I know soul. Nod your head. This nigga got soul. Yo. Twee opmerkingen willen maken. De eerste is dat het niet de bedoeling is dat er vanuit de zaal rechtstreeks allerlei opmerkingen worden geworpen naar het Hof. Als u vragen wilt stellen, kan dat via de advocaten. En verder dient het publiek gewoon te luisteren. Dat geldt voor de advocaten in zoverre ook, dat die ook, als ze het woord niet hebben, niet moeten onderbreken of tussenkomen. Dat is alweer een paar keer gebeurd, dat wordt niet op prijs gesteld. Wat betreft de opname, wij hebben toestemming verleend om het Hof en de griffier te filmen. Daar blijven wij bij. Als de advocaten en de partijen niet willen worden gefilmd, dan mag dat niet gebeuren. Wat betreft de geluidsopname hebben wij wel toestemming gegeven. Geef werk bij deze, dat mag wel. Het is een openbare zitting. En wij vinden dat er niet een voldoende reden is om een geluidsopname niet toe te staan. Dus u weet ook waar u zich aan te houden hebt. Ja, absoluut. Ja, en het was ook de bedoeling dat het publiek ook niet werd gefilmd. Duidelijk, ja. Ja, dat is ook duidelijk. Hè? Goed, dan is dat punt afgehandeld. Dan gaan we naar het volgende punt. Dat zijn de ingekomen stukken. We hebben producties gekregen van meneer De Bruin. Op voorhand toegezonden. Die heeft u ook gekregen, mevrouw Vissers? Ja, ik heb eind december heb ik nog aanvullende stukken gekregen. Ja, nou, dat is dan prima. Dan hebben wij gekregen twee brieven van meneer Brokkus. In de ene brief vraagt hij onder andere om die 18 ordners die daar nou in de dozen staan, om die weer terug te krijgen na afloop van de zitting. Ja, dat is akkoord, uiteraard. Voor de rest gaat u in die brief ook in op de zaak zelf. Ja, daar kunnen wij geen kennis van nemen. Dat is buiten de orde. Het moet nu via uw advocaat bij het pleidooi. Tijdens het pleidooi moet alles naar voren worden gebracht. Ik heb dan ook nog een andere brief hebben wij gekregen van meneer Brokkus, waar niet helemaal duidelijk is of die op deze zaak betrekking heeft. Het gaat over essentiële vragen voor in het pleidooi van 12 januari. Dus, maar er staat een ander zaaknummer boven over een arrest dat ons hof in een andere samenstelling op 6 december heeft gewezen. Wat, dat is dan een kleine vergissing. Dat is het. Dat is, ja, het gaat vandaag. Het gaat over vandaag, goed. Ja, dan is hij in de goede zaak beland. Maar dan ja, geldt ook voor deze brief dat we die buiten beschouwing moeten laten. Uw advocaat die is hier om het woord te voeren. En we kunnen niet kennis nemen van brieven die partijen ook nog sturen. Dus dan weet u dat ook. Dat is dat. Ja, dan. Een ander punt van orde is dat u mevrouw Vissers heeft gevraagd of mevrouw Sveers 5 minuten... het woord mag voeren neer, dat klopt, hè? Klopt. Daar is bezwaar tegen gemaakt door meneer De Bruin. Klopt dat, meneer De Bruin? Klopt, ja. Klopt. Ja, wij zien er geen bezwaar tegen dat mevrouw Sveers hier zelf enkele minuten het woord voert. Het is zelfs niet ongebruikelijk dat partijen hier zelf kort even nog wat zeggen. Uw cliënt mag dat, uw cliënten mogen dat desgewenst ook. Dus dat bezwaar wordt verworpen. Ik denk dat het het beste is als aan het eind van het pleidooi, mevrouw Vissers, van u, mevrouw Sveers, het woord krijgt. Zo had ik het ook in. Zo had hij het ook, hè? Ja. Prima. Nou, we kunnen bijna overgaan tot inhoudelijke behandeling. U weet dat er een spreektijd geldt van 30 minuten voor elke partij. We gaan niet met de stopwatch u zitten te timen, maar het is toch wel de bedoeling dat u daar redelijk in de buurt komt. Dan beginnen we met mevrouw Vissers. Heeft u pleitnota? Ik heb een pleitnota. Die zouden wij graag van tevoren overkomen. Ik schat in dat u binnen de tijd bent. Dank u. Dan hebt u het woord. Hele grote afwaard, college. Geachte voorzitter. SDN heb ik pleidooi gevraagd. Zij willen de Hof nog een keer graag vertellen hoe zij de vorderingen van de meesters Har en Kuipers beoordelen. Mevrouw Sveers heeft het woord gevraagd om uw Hof te vertellen hoe de bestuursleden op het menselijk vlak
De wijze van procederen als ook de vorderingen van de meesters Harf en Kuipers hebben beleefd. En wat voor impact pakt die handelswijze van meester Kuipers en meester Harf op hen en hun gezinsleven heeft gehad en nog heeft. Mevrouw Sweers spreekt zo meteen namens haar echtgenoot de heer Sweers, die ten tijde van het kortgeding van 27 juni 2008 bestuurslid was van SDM. De meesters Harf en Kuipers hebben via een advocaat laten weten er bezwaar tegen hebben. Ik heb genoteerd dat ik ervan uitging dat uw hof toch die spreektijd zou verlenen. Dat heeft uw hof gedaan, waarvoor dank. Dan ga ik meteen over naar punt 2. Wat is er nu gebeurd in de tweede helft van 2011? Dat is dus nadat van de schriftelijke stukjes een beetje waar gewisseld. De heer Wolbrink senior is hier vandaag niet aanwezig. Hij zou zeker aanwezig zijn geweest, waren hij niet getroffen door een herseninfarct in februari vorig jaar. Hij is inmiddels onder bewind geplaatst en de zonen Wolbrink hebben die na jarenlange executoriale beslagen van de meesters Harf en Kuipers de resterende som plus alle kosten in één klap aan de deurwaarde voldaan. Ze hebben het geld op een of andere manier bij elkaar weten te krijgen. Hun belangrijkste reden om tot die afgedwongen betaling over te gaan was omdat hun demente moeder totaal over haar toeren was na het zoveelste exploot van de meesters Harf en Kuipers. Dan kom ik nu aan de visie van de SDM. De inzet van het kortgeding van de meesters Harf en Kuipers van 28 juni 2008 was de stelling dat het interview met de heer Kogarek jegens hen lasterlijk was en dat zij er recht en belang bij hadden dat interview van de website van SDM werd verwijderd en verwijderd bleef. Het is belangrijk dat zowel de voorzieningenrechter als het hof, en ik heb de vindplaats heb ik genoteerd en die staat in de noot, oordeelde dat alleen het gevraagde interview onderwerp is van de beoordeling van die kortgedingprocedure. SDN werd op de vingers getikt en heeft vrijwillig aan het vonnis voldaan. Althans, hadden de wil en de intentie gehad om daar geheel aan te voldoen. SDN is dan ook niet in hoger beroep gegaan. SDN had namelijk vrede met het vonnis. Ze hadden absoluut niet de intentie om zich niet aan de geboden en verboden van de voorzieningenrechten te houden. Ze hebben onmiddellijk aan alles voldaan, op dan die ene brief aan Google na. Dat was de meesters Harf en Kuipers bekend. Dat is niet alleen door de advocaat van SDN aan meester Kuipers gecorrespondeerd, maar de meesters Harf en Kuipers hebben ook de op 14 juli 2008 per aangetekende post door de in brokjes verzonden kopieën ontvangen. Van alle brieven aan de in het vonnis genoemde zoekmachines. Ook aan de andere geboden en verboden heeft SDN direct en volledig gedaan, althans willen voldoen. Achteraf kan worden versteld dat onbedoeld geen verzoek is verzonden aan Google, maar dat wel is voldaan aan de ratio van de dictum 5.1 sub d om het interview verwijderd te houden. 6 maanden later ontvingen alle bestuursleden van SDN ieder een exploot met de daarin de sommatie tot betaling binnen 2 dagen van een bedrag van plusminus 1,6 miljoen euro, wegens beweerlijke overtreding van de punten A tot en met D van het vonnis van 11 juli. Het exploot van 9 januari 2009 is niet specifiek, geeft niet aan waaruit de beweerlijke overtredingen zouden bestaan en is daardoor onbegrijpelijk. SDN vinden het overigens niet te lezen op. Enige onderbouwing van de beweringen van SDN dat SDN alle punten A tot en met D zouden hebben overtreden, werden niet gegeven. SDN en alle ex-bestuursleden waren verbijsterd. De rechtbank Rotterdam oordeelde in punt 9.2.9 van het vonnis van 30 juni dat het niet van belang was dat de meesters Harf en Kuipers de rechtbank voorgehouden hebben dat zij tussen de betekening van het vonnis op 14 juli en het exploot van 9 januari 2009 echt niet hebben bekeken of SDN zich wel aan het fonds hield. SDN achtte dit nu juist wel van enorm belang. Van belang is in deze context ook dat de meesters Harf en Kuipers weliswaar hoger beroep hebben ingesteld tegen het fonds, maar geen spoedappel. Nee, maar dat had een reden. De meesters Harf en Kuipers hebben opzettelijk geen spoedappel ingesteld, hetgeen wel voor de hand zou hebben gelegen, nu hun belangrijkste beweegreden voor het kortgeding was dat ze immers in de mail reputatieschade hebben geleverd. Nee,
De appeltermijn van 4 weken werd veiliggesteld en de zaak werd op de rol gezet van 9 februari 2009. Kort na de vervaltermijn van de dwangsom. Is dat nog toeval? SDN meent van niet. SDN heeft een eerste aanleg van deze procedure hier ook op gewezen. Zoals te zien in punt 4.1 van de pleitnotitie. De dagvaarding. Mevrouw de Griffier, wilt u de pleitnotitie doorspreken? Het moet zijn dagvaarding. Van de dagvaarding van 6 februari 2009. De rechtbank Rotterdam had moeten onderzoeken of de meesters Hart en Kuipers inderdaad misbruik hebben gemaakt van hun bevoegdheden, zoals de voorzieningenrechter in het vonnis van 5 maart 2009 zelf al aangaf. En dit geldt aan fortiori vanaf het moment dat de zaak werd verwezen naar de bodemprocedure. Hadden de meesters Hart en Kuiper niet gesteld dat zij een groot belang hadden bij een veroordeling van SDN wegens ernstige onrechtmatige handelingen jegens hen? Ja, dat hebben ze gesteld. Een enorm belang. En daar past er enorme dwangsommen bij. Immers, de meesters Hart en Kuiper zijn met vetgedrukte letters slachtoffers van SDN. U kunt dit nalezen in het pleidooi van de meesters Hart en Kuiper van 16 februari 2009. Uw hof kan in productie 27 van meester De Bruin lezen welke kwalificaties de meesters Hart en Kuiper aan de heer Brokhoes toedeelden. Het was allemaal te erg voor woorden wat de SDN deed. En dan zouden deze advocaten niet hebben gecheckt naar een voor hen voordelig veroordelend vonnis of hun zo belangrijke reputatie nog langer werd geschaad door SDN? Het is onbegrijpelijk dat de rechtbank Rotterdam deze omstandigheid niet wenste mee te wegen en niet wenste te betrekken bij de stelling van SDN dat het door meesters Hart en Kuipers misbruik werd gemaakt van hun bevoegdheden. De logica verhindert ook de constructie van Anderloes de Jong als aannemelijk te kwalificeren. U, de rechtbank, SDN, iedereen werd voorgehouden dat de goede engel de meesters Hart en Kuiper zou hebben gewezen op de maandenlange overtreding van het vonnis van 11 juli 2008. De goede engel zou dagelijks een uitdraai hebben gemaakt van de website van SDN. Daar staat ze. Daar, 18 orders. Een goede engel? En stom toevallig wist de goede engel ook veel van procesrecht. Engelsen zeggen dan, how convenient. Wat kwam de meesters Hart en Kuipers dat goed uit? Immers, enkele dagen voor het verval van de verjaardagstermijn van de dwangsom bracht de goede engel, meesters Hart en Kuipers, het goede nieuws. SDN hadden zich niet aan het volle schouder. Kassa. SDN is van mening dat er van een vooropgezet plan sprake is. Het zijn de meesters Hart en Kuipers zelf geweest die bewust en doelgericht hebben toegewerkt naar het laten oplopen van beweerlijk verbeurde dwangsommen. Door net zo lang te wachten totdat de verjaringstermijn net niet was verstreken. Wat ook niet pleit voor de ongeloofwaardige stelling van de meesters Hart en Kuipers is dat in het kort geding van 16 februari door meester Kuipers de conclusie het antwoord werd ingediend van 117 pagina's. 117 pagina's. Is het dan nog soms toeval dat de meesters Kuipers en Hart 18 orders hebben ingediend als bewijs voor de beweerlijke overtredingen van het fonds door SDN? Nee, ook dat is geen toeval. De meesters Hart en Kuipers verwezen bij pleitnotitie van 16 februari slechts naar die 18 orders. SDN wijst erop op pagina 6 van het pleidooi van de meesters Hart en Kuipers. Daar staat uitdrukkelijk dat die 18 orders als bewijs dienen van, en ik citeer nu, dagelijkse overtredingen door SDN van het kort geding. Welke overtredingen in de conclusie van antwoord per overtreding omstandig zijn toegelicht. Einde citaat. De meesters Hart en Kuipers dienden 117 pagina's verweer in bij een kort geding en 18 orders. Naar eigen zeggen meer dan 48.000 pagina's. En meenden, en ik citeer weer, dat het aan SDN is om per overtreding verwoord in de conclusie van antwoord te bestrijken of te erkennen dat de betrokken overtreding bestaat. En daarvoor is kennisname van de 17 orders niet noodzakelijk. Tenzij SDN betwist dat de overtreding heeft plaatsgevonden in de periode zoals opgezond in de conclusie van antwoord. Einde citaat. Het was en is in strijd met de goede procesorde om gewoon maar te verwijzen naar 18 orders. Bij wijze van bewijs van de grondslag van de vordering van de meesters Hart en Kuiper.
Namelijk dat SDN gehouden zijn om substantiële dwangsommen te voldoen wegens overtreding van het vonnis. De genoemde conclusie is net als het exploot van 9 januari van 2009 vaag, onduidelijk, warrig, kortom, niet te lezen. Zowel SDN als de rechtbank en Hof zagen op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer. Ook dat was geen toeval. Immers, door 18 ordners uit te draaien, over te leggen van dezelfde wetlooppagina, is geen enkel mens meer in staat om nog een komma verschil te zien. Het is ook geen toeval dat zoveel mogelijk bijna dezelfde beweringen werden gedaan in de conclusie van antwoord, die achteraf net iets anders waren. En het verschil lijkt klein, maar is een ongeoorloofde en eenzijdige uitbreiding van de rijkwijd van het kortgedienvonnis van 11 juli 2008. Onopgemerkt in een enorme berg papier. Mensen gaan dingen door elkaar halen. En dat is gebeurd. En dat is ook de rechtbank gebeurd. SDN wijst op het volgende voorbeeld. Op pagina 5 van de sommatie van 9 januari 2009 staat in de tweede alinea dat SDN van Kogarik afkomstige documenten waaraan gerefereerd wordt in het interview hebben gepubliceerd en verspreid via http://sdnl.nl/commentaar.html. En in punt 252 van de conclusie van antwoord staat ineens dat de verspreiding geschied zou zijn door, ik citeer, door deze aan het slot van de publicatie downloadbaar voor het internetpubliek te stellen. Einde citaat. Het verschil en de gevolgen zijn voor SDN enorm geweest. Immers, bij vonnis van 30 juni 2010 heeft de rechtbank Rotterdam in rechtsoverweging 218 geoordeeld dat SDN de juistheid van die bewering niet gemotiveerd heeft weersproken. En nam de rechtbank aan dat SDN in zoverre niet aan het vonnis van 11 juli had voldaan. Dat is niet juist. SDN heeft in de dagfijn van 6 februari in punt 321 wel degelijk gemotiveerd bestreden. Echter, SDN nog de rechtbank hebben gezien dat de meesters Harvey Kuipers stiekem een ander, uitgebreider verwijt hadden geformuleerd. SDN verwijst naar hetgeen het Hof in rechtsoverweging 815.1 en 844 van dat arrest van 20 april omtrent de nieuwe vordering van meester Kuipers oordeel. Namelijk, en ik citeer, dat is ook een uitbreiding in een andere zaak, dat is dus het hoge beroep van het vonnis van 11 juli, waar werd weer een poging gedaan om het groter en breder te maken. En mijn punt is dat het dus lijkt op dat uitbreiden met dat downloadbaar. En ik citeer nu, puntje, er toestrekkend SDN te veroordelen om te verwijderen en verwijderd te houden en elke vorm van verspreiding na te laten van publicaties op. En dan komen een aantal dingen waarvan belang is http://sdnl.nl/commentaar.html en achterwege te laten textuele, audiovisuele of andere soorten publicaties van gelijke of vergelijkbare strekking als het door SDN op hun website SDNL gepubliceerde video interview. SDN is van mening dat de meeste Kuipers en Hof in dit executiegeding wederom hebben geprobeerd de vordering in het kort geding van 11 juli uit te breiden. Immers, dat deden ze door in punt 2.2 van de conclusie van antwoord van 16 februari 2009 de rijkwijd van het vonnis uit te breiden naar downloadbaar. In de sommatie van 9 januari 2009 werd niet gerept over downloadbaar. SDN had het niet gezien en de rechtbank ook niet. Ik zei al, de gevolgen zijn enorm geweest voor SDN. De schorsing werd opgeheven bij vonnis van de rechtbank Rotterdam van 30 juni 2010, waarvan beroep. De meesters Hart en Kuipers hebben geweigerd vrijwillig de executie van dat vonnis te schorsen, totdat een in kracht van gewijzigde uitspraak zou zijn geweest. Ik bedoel het vonnis van 11 juli, het staat goed in de pleitadvies. En weer kwamen de exploten. En uiteindelijk de betaling door de zoon van de heer Wolkering senior. In 2011, in april, bereikt SDN het bericht dat meester Kuipers door TROS opgelicht op hete daad was betrapt op een strafbaar feit. De strafbare poging om derden te bewegen tegen betaling hun bankrekeningen aan hem ter beschikking te stellen. Dit alles vermomd met pruik, baard en bril, met een valse identiteit, Karel van der Linden, en onder valse voorwenselen, het helpen van arme mensen.
De Raad van Discipline heeft meester Kuipers in de bijzondere procedure met onmiddellijke ingang geschorst. Waarna meneer Kuipers snel de eer aan zichzelf heeft gehouden. De orde heeft geoordeeld dat meester Kuipers het ambt van advocaat niet waardig was. Dat staat vast. SDN heeft er van meet af aan al op gewezen dat meester Kuipers zelf voortdurend de grenzen van het betamelijke overschrijdt. De heren Wolbrink, Sweers, Vroom en Rokius hebben zich naar eer en geweten willen houden aan het vonnis van 11 juli 2008. Ze zijn domweg te fatsoenlijk om zich er niet aan te houden. Als zij de strijd hadden willen aangaan, waren ze zelf wel in hoger beroep gegaan van het vonnis van 11 juli. Maar dat wilden ze niet. SDN wilde zich aan het vonnis houden en heeft het ook gedaan. SDN vraagt uw hof bij uw afwegingen zo meteen, vorderingen toewijzen of niet, te betrekken op de omstandigheden van dit geval een beroep op een bevoegdheid die voortvloeit uit de wet gehonoreerd mag worden als alle omstandigheden van dit geval erop wijzen dat die bevoegdheid is aangewend voor een ander doel dan waarvoor het is gegeven, als ook om een SDN opzettelijk schade toe te brengen. Ik verwijs naar punt 5 van de memorie van grieven die moet worden beschouwd als toelichting op grieven. SDN vraagt uw hof om in deze kwestie al hetgeen SDN hier vandaag heeft gesteld mee te wegen bij het oordeel over de vraag of de Rit van Rotterdam tot het vonnis van 30 juni 2010 had kunnen en mogen komen en verzoekt uw hof als haar vorderingen alsnog toe te wijzen. En dan had ik inderdaad al opgenomen om het woord te mogen vragen voor mevrouw Sweers. Ja, akkoord. Dan mag mevrouw Sweers even naar voren komen. Is misschien handig als ze achter de microfoon plaatsneemt. Geachte voorzitter, geachte dames van het Hof, leden van het Hof, sorry. Ik ben heel dankbaar dat ik iets mag zeggen en ook blij daarvan. In de eerste plaats spreekt namens mijn man als ex-bestuurslid van de SDN. Hij is praktisch blind en slechthorend. In de tweede plaats spreek ik voor mezelf en voor de andere vrouwen die niet betrokken waren, maar wel gestraft werden. Wij moesten 10 maanden met heel weinig geld onze huishouding besturen. Vooral het gezin Vromen werd zwaar getroffen. Nu over deze zaak zoals die op mij in essentie is overgekomen en zoals ik die beleefd heb. Het doel van de SDN was het streven naar een rechtvaardige samenleving en milieubehoud. In dit kader werd in 2008 een interview gegeven aan de heer Koucherek die onrecht was aangedaan. Bij dit interview kwam de handel en de wandel van meneer Kuipers naar voren. Meester Kuipers, sorry. Meester Kuipers vond het natuurlijk niet leuk en niet prettig. En sommeerde in een kort geding van 11 juli 2008 om dit interview binnen 24 uur van het net te verwijderen op straffen van een banksom van 500 euro per dag. De bestuursleden werden in dit kort geding hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Het bestuur schrok en verzocht de webmaster om zo snel mogelijk aan alle eisen te voldoen. Er moesten onder andere schriftelijke verzoeken gedaan worden aan de beheerders van de zoekmachines. De heer Vromen, medewerker in de high-tech-industrie, speurde na 1 week het net af. Gelukkig niets meer te vinden. Na een half jaar werd door meester Kuipers een fout ontdekt. De brief naar Google was niet aangekomen en ook bij Findex was iets misgegaan. Zodoende stond 9 januari 2009 de deurwaarder voor onze deur met een eis van 1.168.000 euro. In naam der koningin. Als gewone oppassende burger heb je zoiets nog nooit meegemaakt en raak je van de wijs. Vooral mevrouw Wolbering was totaal in de war, die was toen alleen thuis, door het beslag op haar huis. Zij is Alzheimer patiënt. In 2009 en 2010 stond regelmatig de deurwaarder voor onze deur. Mevrouw Visser heeft al het mogelijke gedaan om dit alles te stoppen. Eind augustus 2010
werd beslag gelegd op de bankrekeningen van mijn man en opa van mij, omdat ik een afrekening had, en van meneer Vromen. En begin september, dus een paar weken later, werd derde beslag gelegd op de inkomens van alle bestuursleden. Ik kreeg het zwaar. Een nagenoeg blinde man en ik was ook nog zijn secretaresse. 22 juni 2011, dus ja, 10 maanden later, kregen we bericht van de zoon van Wim Bobrink dat men 2 dagen later wilde overgaan tot de executie van hun huis, van het huis waar moeder toen woonde. Daar woonde alleen moeder nog, want vader had begin 2011 een herseninfarct gekregen. En moeder, een Alzheimer-patiënt, verplaatsen, ja, dat zou een ramp zijn. De twee zonen van Bobrink vroegen mij toen of we niet samen het nog openstaande bedrag van 31.000 euro zouden kunnen bijeenbrengen. Wim en Bert konden ieder 8.000 euro en ik moest dan 15.000 euro proberen bijeen te brengen. Dat lukte en zo gedaan. Wat de gevolgen voor mij persoonlijk zijn, daar wil ik u helemaal niet mee lastigvallen. Wel wil ik hierbij graag uitspreken dat het fout of het foutje dat de webmaster van de SDN heeft gemaakt in geen enkele verhouding staat tot de straffen die zijn opgelegd aan niet vermogende bestuursleden die geen malversaties hebben gepleegd. Ze werden ongewild betrokken bij een mammoetproces. De papierberg die wij in huis hebben en die mijn man gelukkig niet meer kan waarnemen, moet bovendien de samenleving veel hebben gekost. Dit was wat ik graag wou zeggen. Dank u wel, mevrouw. Goed, dan zijn we aan het eind gekomen van uw pleidooi. Ja, dank u wel. Meneer De Bruin, dan krijgt u het woord. Geeft u een pleidooi? Ja. Willen wij die graag alvast hebben? Ja. Waarin een dwangsom is opgelegd. De andere vorderingen kunnen niet, of in ieder geval niet langer, weer worden toegewezen, omdat het dwangsombedrag van 50.000 euro vermeerderd met kosten inmiddels volledig is betaald en per 4 juli 2011 er geen schuld ten aanzien daarvan bestaat. Opdracht is gegeven aan de executiedeurwaarder om alle beslagen op te heffen en dat is ook uitgevoerd. De executie van het bossenvonnis is nu voltooid en geëindigd en alle op grond van dat vonnis gerechte beslagen zijn opgeheven.
Het bossenvonnis kan niet geschorst of gestaakt worden, want er is geen executie meer. En er komt ook geen executie meer, aangezien de dwangsommen zijn betaald. Zoals gezegd, kan van een aan cliënten op te leggen toekomstig beslagverbod a fortiori geen sprake zijn. Als tweede punt wil ik ingaan op de noodtoestand en de betalingsonmacht die gesteld wordt door SDN. Als ik over SDN spreek, voor alle goede orde, ik bedoel daarmee alle appellerende partijen. Uit het korte uitvindingstraject dat de betreffende bossenvonnis en de Haagse magistraten jaren. Uit het korte uitvindingsproject blijkt dat de bossenrechter, de Rotterdamse rechter en de Haagse magistraten jarenlang verkeerd zijn voorgelicht. Om niet te zeggen, tussen aanhalingstekens opgelicht met een vraagteken en uitroepteken, door in processtukken en tijdens zittingen stelselmatig noodtoestand en betalingsonmacht voor te wenden. Eind augustus 2010 zijn loon en pensioen en bankbeslagen gelegd ten laste van Brokkus, Zweers, Vromen en Wolbrink en op 13 januari 2009 is executoriaal beslag gelegd op de hypotheekvrije woning van Wolbrink en Kleinsman. Dit beslag is opgeschort in afwachting van het effect van de loon-, pensioen- en bankbeslagen. SDN is in staat gebleken de hoofdsom van 50.000 euro plus rente en kosten per 4 juli 2011, dat wil zeggen binnen 10 maanden volledig te betalen, zonder dat de woning van Wolbrink onderstands of executoriaal verkocht hoefde te worden. Van de gestelde noodtoestand en betalingsonmacht is dan ook geen sprake, ook niet geweest. Het overzicht van de processituatie wil ik toch even geven. Het veroordelend vonnis van de bossenvoorzieningenrechter van 11 juni 2008 bleek het startpunt voor een lawine van door SDN tegen cliënten aangespannen procedures. In het incidenteelarrest wordt in rechtsoverweging 2.2 melding gemaakt van de onherroepelijkheid van het bossenvonnis. Ook het bossenarrest, dat dateert van 20 april 2010, is onherroepelijk geworden, aangezien geen cassatie is ingesteld. De slotsom is dat de veroordeling van SDN door de bossenvoorzieningenrechter volledig in stand is gebleven. Verhoudersmaximering van de verhuurde dwangsommen tot 50.000 euro. Onderschrapping van de rechterlijke matigingsbevoegdheid. Over de veroordeling van SDN als zodanig is dus geen discussie meer mogelijk. Blijft over het geheel over de verhuurde dwangsommen. SDN heeft na het eerste kortgeding vonnis van 11 juli 2008, zijn de bossenvonnis, tevergeefs 6 civiele procedures gevoerd tegen cliënten met het doel te ontkomen aan betaling van verbeurde dwangsommen. De eerste. In het tweede kortgeding vonnis van 5 maart 2009 is het door SDN aanhangig gemaakte executiegeschil door de Rotterdamse voorzieningenrechter onder de schorsing van de tenuitvoerlegging van het bossenvonnis verwezen naar de bodemrechter. En is de gevorderde opheffing van het beslag op de woning van Wolbrink en Kleinsman afgewezen. Een tweede procedure. In het door SDN ingestelde hoger beroep heeft het Bossenhof het bossenvonnis op 20 april 2010 bekrachtigd. Behoudersmaximering van verbeurde dwangsommen tot 50.000 euro. Onderschrapping van de rechterlijke matigingsbevoegdheid. Als derde, in de executiebodemprocedure bij de rechtbank Rotterdam is eindvonnis gewezen op 30 juni 2010. En dat hield in opheffing van het in kort geding vonnis van 5 maart 2009 uitgesproken schorsing van het tenuitvoerlegging van het bossenvonnis onder vaststelling dat SDN per 9 januari 2009 102.000 euro aan dwangsommen aan Harf en de heer Kuipers verbeurd hebben. Deze uitspraak is het beroepsvonnis, zodat ook de onderhavige appelprocedure van rechtswegen beperkt is tot het executiekader van het bossenvonnis. Als vierde punt, in het derde kortgeding heeft de bossenvoorzieningenrechter op 19 augustus 2010 vonnis gewezen en de door SDN gevorderde dwangsommatiging afgewezen. Als vijfde,
In het incident is op 22 februari 2011 door uw hof arrest gewezen, houdende afwijzing van de door SDN gevorderde schorsing van de tenuitvoerlegging van het beroepen vonnis en afwijzing van de door SDN gevorderde zekerheidsstelling. En als zesde, in het vierde kort geding heeft de Rotterdamse voorzieningenrechter op 10 juni 2011 vonnis gewezen. Dat is productie 20, houdende afwijzing van de door SDN gevorderde schorsing van de tenuitvoerlegging van het losse vonnis. Storting van geïncasseerde dwangsommen op de Haagse dekenrekening, zekerheidsstelling middels een bankgarantie van 50.000 euro, opheffing van het executoraal beslag op de woning van Wilbrink, Wolbrink en Kleinsman, alsmede een algehele toekomstig beslagverbod, allemaal afgewezen. Tot zover de historie. Ik wil nu een korte toelichting geven op de ingediende processtukken 16 tot en met 28 en daarna reageren op de memorie van antwoord in het incidentappel, incidenteel appel. Sinds het incidentele arrest van 22 februari 2011 is bijna een jaar verstreken. De volgende feiten waren nog niet bekend bij uw hof. Productie 16. Minister Harp heeft op 28 oktober 2010 schriftelijk verklaard dat Koegarek niet heeft voldaan aan het kort gedingvonnis van 15 juni 2006 van de Rotterdamse voorzieningenrechter. Deze verklaring is mede in aanmerking genomen in rechtsoverweging 8.6 van het als productie 27 ingebrachte eindvonnis van de Rotterdamse rechtbank. En dat betrof de door Koegarek tegen meester Karpers aangespannen bodemprocedure. In dit vonnis zijn alle vorderingen in conventie van Koegarek afgewezen en is de reconventionele vordering van minister Kuipers toegewezen. Dit vonnis is mede relevant voor de appelprocedure waar we nu voor staan, omdat het gestelde feitencomplex waarop Koegarek zich in het video-interview met de SDN beroepen heeft, kort samengevat, bedrog en diefstal van octrooi, berust op een valse voorstelling van zaken door Koegarek. Deze door Koegarek gestelde toedracht is door SDN onterecht als feitelijke waarheid aan het internet publiekelijk gepresenteerd. Ik wil erop wijzen dat de medium 2005 door Koegarek gestarte laster- en terreurcampagne tegen aanvankelijk meester Kuipers en naar de hand tegen derden, waaronder meester Hart, de oorzaak is geweest van het geschil met SDN. Zij zijn namelijk gaan samenspannen met Koegarek. Ze zijn in dit verband veroordeeld door de Bosse rechter wegens onrechtmatige publicatie door SDN van het video-interview tussen Koegarek en Pokhuis. Met andere woorden, door het vonnis van 23 november 2011 is komen vast te staan dat de verbeurte van banksommen door SDN niet alleen formeel gerechtvaardigd is, maar ook materieel. De productie 17, 18, 19, 21, 23 en 25. Dit betreft exploten houden de halfjaarlijkse vereiste sluiting van door SDN verbeurde dwangsommen. Op 9 januari 2009, 6, 7 en 8 juli 2009, 30 en 31 december 2009, 4 januari 2010, 29 juni 2010, 24, 27 en 28 december 2010 en 21 juni 2011 zijn soortgelijke sluitingsexploten aan SDN uitgebracht. De meest recente hiervan zijn als productie 7, 8, 9, 10, 17, 18, 19, 21, 23 en 25 ingebracht. Hiermee wordt onderstreept dat de dwangsomvordering steeds is blijven bestaan en dat de uitwinning rechtmatig was. Productie 20. Dit betreft het vierde kort geding waarin de Rotterdamse voorzieningenrechter op 10 juni 2011 vonnis heeft gewezen. En dat hield in afwijzing van de door SDN gevorderde schorsing van de tenuitvoerlegging van het losse vonnis, storting van geïncasseerde dwangsommen op de Haagse derde rekening, zekerheidsstelling door een bankgarantie van 50.000 euro, opheffing van het executoraal beslag op de woning van Wolbrink en een algeheel toekomstig beslagverbod. Daarbij is in rechtsoverweging 4.2.1 overwogen dat niet gesteld is, nog gebleken, dat het losse vonnis klaarblijkelijk op een feitelijke of juridische misslag berust. Verder in rechtsoverweging 4.2.4 dat de uitzending van TROS opgelicht niet kan worden aangemerkt als een nieuw feit, ten gevolge waarvan klaarblijkelijk aan de zijde van SDN een noodtoestand zal ontstaan.
dat minister Harp zelfstandig gerechtigd is het volledige bedrag aan dwangsommen te incasseren. Dat diens vertrek uit Nederland geen nieuw feit betreft. Op grond waarvan een noodtoestand kon ontstaan en dat de stelling van SDN dat hij met onbekende bestemming uit Nederland was vertrokken, onjuist is. Aangezien in de betekende dagvaarding het volledige adres van meester Harp is opgenomen. In rechtsoverweging 4.2.5 overwoog de rechtbank dat Harp en meester Harp en meester Karpers geen misbruik van recht of bevoegdheid maken door het postvonnis te executeren, hangende het hoge beroep dat bijzondere omstandigheden door SDN niet is gesteld en dat daar evenmin iets van is geweten. In rechtsoverweging 4.2.6 is overwogen dat geen aanleiding bestaat tot storting op de derde rekening van de deken en evenmin tot zekerheidstelling. In rechtsoverweging 4.4 is overwogen dat het executoriaal beslag op de woning van Bolbrink niet vexator is. Tegen het vonnis is geen rechtsmiddel aangewend. En verder zijn alle bezwaren, zoals gezegd, inmiddels opgeheven, aangezien het verschuldigd is betaald en principaal appellanten zijn gekweten. Productie 22. Op 22 juni 2011 hebben de zonen van Wolbrink in hun hoedanigheid van door de Enschedese kantonrechter benoemde bewindvoerder over hun vader een voorstel gedaan tot betaling van het volledige restantbedrag van het aan cliënt verschuldigd. Hieraan is uitvoering gegeven. En ze zijn binnen 2 weken overgegaan tot volledige betaling van het restant dat nog niet uitgewonnen was uit de lopende derde beslagen onder ASML, het AWP en de Sociale Verzekeringsbank. De restant schuld beliep toen een fractie meer dan de helft van het verschuldigde. Productie 24. In 4 separate e-mails van 23 juni 2011 zijn SDN, Popkus, Vrome en Sweers akkoord gegaan met het voorstel van de beide heren Wolbrink junior in hun hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van Wolbrink senior. Eveneens op 23 juni 2011 heeft de bewindvoerder W.H. Wolbrink junior nader toegelicht dat het geen schikkingsvoorstel betrof, maar de betaling van het volledige bedrag. Productie 26. Popkus verklaart in de brief aan Duurhof van 5 september 2011 namens SDN te spreken. De brief is niet bij u of ingediend door de advocaat van Popkus en is als zodanig daarom buiten de processor. Als het daarbij gebleven was, zou de cliënt de brief niet hebben gekend en niet als procedure als productie ingediend kunnen hebben. Popkus heeft de brief echter online geplaatst op de website van SDN. Vindt plaats, die staat in de pleitnota, met geen ander doel dan schade te berokkenen aan cliënten door de daarin vervatte lasten en leugens aan het internetpubliek te openbaren. Op de in de brief vermelde vindt plaats, die ook in mijn pleitnota staat, disqualificeert Brokhuis meester Kuipers onterecht als oplichter op basis van een mediahetze van Tros en Telegraaf sinds 19 april 2011. Op de in de brief vermelde vindt plaats, belast dat Brokhuis op grond van het incasseren van de dwangsommen die in het beroep bevonden zijn vastgesteld en disqualificeert hij zowel meester Karp als meester Kuipers als plunderaars. Brokhuis erkent in deze YouTube-video overigens dat de dwangsomplichtige overtredingen door SDN gepleegd zijn met de volgende bewoording, en ik citeer: en dat heeft dan geleid tot de overtreding die wij gemaakt hebben, waardoor uiteindelijk vorig jaar de deurwaarder aan de deur kwam met een exploot om een dwangsom van 4,6 miljoen te incasseren. Naar de hand is dat dus in een rechtszaak, is dat de eerste in Rotterdam naar een ton teruggebracht, omdat wij zogenaamd niet konden bewijzen 2 postzegels van de 26 te hebben geplakt naar de zoekmachines in de hele wereld, om dus te worden Kuipers en Harp te verwijderen van het internet. En naar de hand is dat in Den Bosch, in de rechtbank Den Bosch of het gerechtshof, is dat teruggebracht tot de helft. Aan 50.000 euro zouden wij verbeurd hebben aan dwangsommen vanwege de schitterende manipulatie van het recht door advocaten en rechters samen. Want ik neem natuurlijk de advocaten vreselijk veel kwalijk om dus met juristerij de zaak letterlijk als plunderaars door het land te gaan. Want in al die 20 jaar dat ze dit soort zaken hebben gedaan, hebben ze geen rechtszaken gedaan
maar uitsluitend gejaagd op dwangsommen en slachtoffers die ze konden vinden. Het ging uitsluitend om het interview tussen meneer Kugarek en de sociale databank over een strafbaar feit, namelijk het stelen van een patent door een advocaat. En dat heeft geleid tot de terreur die dus nu 3 jaar bijna al loopt, waarbij 4 gezinnen lijden onder het recht in Nederland. De rechtsstaat, die rechtsstaat is failliet. Niet alleen omdat advocaten mogen liegen, belazeren, frauderen, lasteren, smaden. Het mag allemaal op instigatie van de Raad voor de Rechtspraak. Tot zover het citaat uit de YouTube-video van Kokker. Tot in de brief vermelde vindplaats, die ik ook in de pleitnota heb genoemd, geplaatste video van aanbieding van aangetekende brieven door Brokkelus op het postkantoor van SDN, kan SDN niet baten. Formeel niet, omdat de video geen deel uitmaakt van het processtuk, materieel niet, om de volgende redenen. De inleidende tekst op de band luidt: hier het aanbieden van 26 aangetekende brieven met het verzoek om de gegevens over de video te laten verwijderen, ook uit de kastje van de zoekmachines. De porto bedraagt €166, waarmee is voldaan aan het in het vonnis gevorderde. Dit inclusief de rectificatie op de homepage van SDN. In de videoopname telt Brokkelus de brieven aan de balie nog eens na, constateert dat het er 20 zijn. 6 minder dus dan de proloog de kijker wil doen geloven. De adressen op de brieven zijn onleesbaar. Het camerabeeld is wazig. Anders dan SDN meent, bevat de video geen aanwijzingen dat voldaan is aan rechtsoverweging 5.1 onder D van het postenvonnis. Integendeel, uit de video blijkt dat SDN te weinig zoekmachines hebben aangeschreven. Vaststaat dat SDN in ieder geval heeft nagelaten Google en Vindex aan te schrijven, terwijl Google in december 2008 onweersproken 95% marktaandeel had in Nederland. Bovendien moest de SDN in gevolg van het postenvonnis 24 zoekmachines aanschrijven, terwijl Brokkelus in de video slechts 20 aangetekende brieven heeft aangeboden aan de balie van het postkantoor. Het is evident uit de brief aan uw hof en de internetpublicaties waarnaar daarin verwezen wordt dat Brokkelus het liegen en in lasteren over cliënten niet kan laten en zich niet gebeteld heeft na talloze rechtelijke veroordelingen en hoofdelijke verbeurten van €50.000 aan dwangsommen. Er bestaat geen enkele aanleiding tot terugbetaling van verbeurde dwangsommen. Productie 27. In het als productie 27 ingediende bodemvonnis van 23 november 2011 heeft de Rotterdamse rechtbank alle conventionele vorderingen van Kugarek op meester Kuipers afgewezen en de reconventionele vordering van hem op Kugarek toegewezen. Kugarek had onder meer gevorderd niet de verklaring van de met of via meester Kuipers gesloten overeenkomsten en van rechtshandelingen en besluiten van derden. Een verklaring voor recht dat meester Kuipers aansprakelijk was voor de door Kugarek gestelde schade en daarnaast overdracht van octrooien en administratie. Een reconventie is voor recht verklaard dat Kugarek niet heeft voldaan aan het kortgedingvonnis van 15 juni 2006. Dit is ook van belang voor de onderhavige vordering, onderhavige appelprocedure bedoel ik, aangezien daardoor vaststaat dat de beschuldigingen van Kugarek in het onrechtmatig gepubliceerde video-interview op de website van SDN onjuist zijn. Het postenvonnis is op goede gronden gewezen, maar wederom gebeten is. En het voor rekening van SDN komende risico dat ze valse beschuldigingen van Kugarek gepubliceerd hebben, heeft zich verwezenlijkt. Door daarna het postenvonnis te schenden, heeft SDN dwangsommen verkeurd. Er bestaat geen enkele aanleiding tot terugbetaling daarvan. Productie 28. Dit betreft de procedure Brokkelus. Op 20 januari 2010 heeft de Rotterdamse rechterbank alle vorderingen van Brokkelus tegen cliënten afgewezen. Deze vorderingen betroffen een aan cliënten opgelegd verbod om al dan niet in processtukken onnodig grievende, lastelijke en beledigende uitlatingen over Brokkelus te doen, met rectificatie op een website. In hoger beroep heeft uw hof het vonnis van 6 december 2011 bekrachtigd. Het is 2010.
Hierin staat vast, hierdoor staat vast dat cliënten zich niet onrechtmatig over procedures hebben uitgelaten. En dan een memorie van antwoord in incidenteel appel. Daar wil ik een paar opmerkingen over maken. Eerst een algemene opmerking vooraf. SDN miskent in het verweer tegen de grieven in incidenteel appel stelselmatig de devolutieve werking van het appel. Ze beklagen zich daarin de memorie van antwoord in incidenteel appel in verschillende bewoordingen telkens over dat cliënten nieuwe feiten en nieuwe bewijzen aandragen. En zien eraan voorbij dat het tot de essentie van een procedure in hoger beroep behoort om de appelrechter op basis van feiten en omstandigheden en daarbij gepresenteerde bewijsstukken onder meer inzicht te verschaffen over feiten en omstandigheden waarover de rechter in eerste aanleg niet beschikte of niet kon beschikken. De eerste grief. Het verweer van SDN is een herhaling van wat in eerste aanleg is aangevoerd. En dat reeds is weerlegd in de toelichting op de grief. Daar verwijs ik naar. Bovendien is het verweer ontkracht door het bodemvonnis van 23 november 2011 in de zaak Koegerek, productie 27. De bewering dat cliënten niet zouden hebben toegelicht waarom het in die media criterium van toepassing zou zijn, is onjuist. Aangezien die toelichting gedetailleerd is opgenomen in onderdeel 6.6 van de memorie van grieven in incidenteel appel. Het verweer van SDN in grief 2 dat cliënten niet aangeven wat de rechtbank over het hoofd heeft gezien, snijdt geen hout. In de onderdelen 7.2 en 7.3 van de memorie van grieven in incidenteel appel is gedetailleerd en voorzien van screenshot als aanvullend bewijs aangegeven aan welke bewijsaspecten de rechtbank ten onrechte voorbij is gegaan. Het verweer van SDN in grief 3 dat het in die media criteria niet bestaat, is onjuist. Cliënten hebben in onderdeel 8.2 van de memorie van grieven in incidenteel appel gedetailleerd en met citering van de betreffende passages uit de website van SDN uitgebreid gemotiveerd waarom de door de Amsterdamse voorzieningenrechter in het vonnis van 20 juni 2002 met LJN nummer AE4427, de daarin aangelegde en als in die media criterium bekende maatstaven toegepast hadden dienen te worden in het beroepen vonnis. Het verweer van SDN in grief 4 dat de grief onbegrijpelijk zou zijn, is onjuist. Cliënten hebben in onderdeel 9.2 van de memorie van grieven in incidenteel appel gemotiveerd waarom de aangevallen overweging in het beroepen vonnis in strijd is met het in die media criterium. Dan grief 5. Het verweer van SDN dat de grief onbegrijpelijk is, is onjuist. Cliënten hebben in onderdeel 10.2 van de memorie van grieven in incidenteel appel met citering van de website van SDN aangetoond dat SDN cliënt volgens eigen zeggen uitvoering hebben gegeven aan hun voornemen om verboden documenten te verspreiden onder de leden van de Tweede Kamer. Grief 6. Het verweer van SDN dat cliënten misbruik van recht maken door zich in de grief te beroepen op het bossenvonnis, waarin in dictum 5.1 onder D uitdrukkelijk bepaald is dat gelijktijdig afschrift van de verwijderingsverzoeken aan de zoekmachine-exploitanten dienen plaats te vinden aan ieder der eisers, is onjuist. Niet valt in te zien waarom de gevorderde naleving van het bossenvonnis misbruik van recht zou zijn. SDN geeft voor hun stelling geen reden. Dat in ieder geval geen reden die hout snijdt. Ook in onderdeel 2.6 van het incidenteel arrest van uw hof van 22 februari 2011 en onderdeel 4.2.5 van het vierde kwartelingvonnis van 10 juni 2011 is geoordeeld dat geen sprake is van misbruik van recht. De bewering dat cliënten zich jegens rechters niet zouden hebben gehouden aan artikel 21 wetboek van burgerlijke rechtsvordering is onjuist en lastelijk. Het bewijsaanbod van SDN is niet ter zake diende en loos. Grief 7. Het verweer van SDN vormt geen reactie op de grief en is daarmee niet ter zake doende. Cliënten hebben immers aangevoerd dat de rechtbank een onjuiste, namelijk te ruime, uitleg heeft gegeven aan het begrip openingspagina, homepage. En daar gaat SDN inhoudelijk niet op in.
zoals al harder zegt in een bewering, voldaan te hebben aan het bossenvonnis. Grief 8 en 9. Het beroep van SCN op artikel 160 wetboek van burgerlijke rechtsvordering gaat niet op. Dit 1 ziet op de kracht van schriftelijk bewijs die gelegen is in de oorspronkelijke akten. En niet dit 2 ziet op de bewijskracht van grossen en gehele afschriften van een authentieke akte. Bij uitdraaien van internetpublicaties bestaat geen oorspronkelijke akte en is ook geen sprake van een grosse of authentieke akte. Het artikel is dan ook niet van toepassing op het geschil. Cliënten hebben 19 ordners, waarvan 17 met uitdraaien van de website van SDN gedeponeerd ter civiele griffie van uw hof. Een uitdraaien van een websitepagina levert schriftelijk bewijs op. Ook een uitdraaien van een screenshot. Dat wil zeggen een momentopname van een digitaal document op een beeldscherm. Het wetboek van burgerlijke rechtsvordering bevat geen expliciete bepaling over internetdocumenten, zodat artikel 152 van toepassing is. Dat bepaalt dat bewijs geleverd kan worden door alle middelen, tenzij de wet anders bepaalt. En zo'n andersluidende bepaling ontbreekt ten aanzien van internetpublicaties. In de feitenrechtspraak is schriftelijk bewijslevering door uitdraaien van digitale documenten algemeen aanvaard. Het verweer van SDN snijdt er ook geen hout. De conclusie is dan ook dat de vorderingen in principaal appel afgewezen moeten worden en de vorderingen in incidenteel appel voor toewijzing gereed liggen. Ja, dank u wel. Willen uw cliënten nog zelf het woord voeren? Nee, dank u wel. Wij schorsen even tot 3:30. Daarna zal er gelegenheid zijn voor ons om vragen te stellen en krijgt u gelegenheid voor ringen in de publiek. Dan schors ik naar de zitting. Tot 3:30. Vragen van het Hof. We hebben eerst een vraag aan mevrouw Vissers. Meneer De Bruin heeft gezegd 50.000 euro is betaald aan de banksom inmiddels. De beslagen zijn allemaal opgeheven. Kunt u dat bevestigen? Nee, ik kan het niet bevestigen. Onlangs is mij door een briefje van meneer Wolbrink junior gebleken dat de opdracht zou zijn gegeven pas enkele weken geleden. Ik meen nog maar 2 weken geleden om het beslag op te heffen. Dus ik kan dit niet bevestigen. U kunt niet bevestigen dat alle beslagen zijn opgeheven. Nee. Kunt u wel bevestigen dat 50.000 euro inmiddels is betaald aan banksommen? Die zijn wel betaald. En dat vandaar ook dat ik ervan uitging dat die beslagen zouden zijn opgeheven, maar dat was dus niet gebeurd. Ja. En dan kan ik vragen aan meneer Bruin. Meneer Bruin, op 29 juni 2010 is er nog een exploot betekend aan de wederpartij, waarin zo'n 4 miljoen aan dwangsommen wordt gevorderd. Ja, op dat moment was het arrest van het Hof Den Bosch al geweest en daar was de dwangsom beperkt tot 50.000 euro. Waarom dan toch dat exploot? Ja, meneer voorzitter. Dus ja. U kijkt naar mij of ik die vraag van u wil beantwoorden. Ja. Ja, ik vermoed dat dat nog in het standaard model in de computer van de deurwaarder kan. Ja. Dat is natuurlijk door de werking van het arrest daartoe beperkt geworden. En misschien nog even dat ik dan ingaan op die kwestie van de opheffing van de beslagen. Ja, ja, nou mag je nou meteen op ingaan, juist kunnen. Ja. Ja. Het is namelijk zo dat op beslag van 9 januari 2009 door de andere deurmaat was gelegd, Groothuis Lichterum Meijhuis. En de beslagen in 2010 zijn door Jongeren Wisselboom gelegd. En ik heb mede namens minister Harp als executante opdracht gegeven om die beslagen op te heffen.
werken, maar daarbij is blijkbaar geen collegiaal overleg geweest. En uiteindelijk bleek het zo te zijn dat jonge Jan Wisser door de beslagen niet kon of niet wilde opheffen. En ik heb reeds voor de kerst als executant opdracht gegeven om het beslag op de woning op te heffen. Daar is in eerste instantie niet op gereageerd, maar kort voor de jaarwisseling kreeg ik een e-mail van de deurwaarder dat men vooruitbetaling van de explootkosten wensen. Dat bedrag is inmiddels betaald. Ik heb de stukken niet bij me, maar ze kunnen geproduceerd worden, zowel de correspondentie als het betalingsbewijs. En ik ga ervan uit geleden op 12 januari dat het beslag inmiddels is opgeheven, maar ik heb nog niet de stukken van de deurwaarder terug. Maar er is opdracht voor gegeven en de explootkosten zijn betaald van de deurwaarder. Dus als je daar aanleiding ziet om de zaak aan te houden, kan ik een stuk produceren. Maar ik verzeker u dat het is gebeurd. Ja, goed. Nou, als wij daar nadere, meer specifieke informatie over willen, dan kunnen we dat altijd nog opvragen, begrijp ik. Goed. Nou, we hebben verder geen vragen. Dan, wat is het? U mag repliceren. Dank u wel, meneer voorzitter. Dus ik ga even naar. Ik heb een opmerking over ongeveer regel 5, onder 1. Over wat u net zelf ook zegt, vorderingen niet toewijsbaar. Nou, ik zie niet in waarom die vorderingen niet meer toewijsbaar zijn. Als het vonnis wordt vernietigd, dan komt de titel aan die beslagen te ontvallen en die executie. En dan moet het geld gewoon terug worden gestort. Dus ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen. In punt 2, dus de laatste alinea komt punt 1. We hebben het net over gehad. Uw hof had al gevraagd. Ik kan dus niet bevestigen dat het beslag is opgegeven. Dat wordt dus hier bevestigd. In de derde regel van punt 2, oplichting wordt hier gesteld door SDN. Ik wil hierover opmerken dat de meester Harfkuijpers dus blijven beschuldigen. Punt 4 heb ik, de laatste zin van alinea 2. Mevrouw Sweers heeft net verklaard dat de meesters Harfkuijpers tot dwangverkoop wilden overgaan in juni van het vorige jaar. Het is de verkoop van openbaar verkoop van het huis van de familie Bolbrink. En dus er was wel degelijk dreiging van openbare verkoop. Ik wil een opmerking maken over punt 5. Dat is mijn punt 5, met excuus. Het is de laatste regel van punt 3 op pagina 2. Ik heb u al gezegd in het pleidooi dat SDN volledig vrede had met het fonds. Ze hebben een fout gemaakt. Ze hebben daarvoor het op de vingers getikt gekregen. Dat vonden ze geen probleem. Die hadden zich daar aan willen conformeren. Punt. Volgens de regels van pagina 3. Er wordt gesteld met het doel om te ontkomen aan betaling van verbeurde dwangsommen. Nou, daar ging het dus niet om. Het ging niet om te ontkomen aan verbeurde dwangsommen. Het ging erom om de executie te kunnen schorsen totdat een in kracht van gewijzigde gegaan uitspraak zou zijn geweest. En tot een rechterlijke instantie en dan graag in kracht van gewijzigde gegaan zou hebben geoordeeld, heeft SDN echt naar het oordeel van mensen die daar objectief in zijn, neutraal en onpartijdig, heeft SDN echt de geëffermbode overtreden. Dan heb ik over punt ten aanzien van productie 16.4 een toelichting wil ik hierop geven dat minister Kuijpers heeft geprobeerd op dezelfde gronden als hier van de orde zijn, namelijk beweerdelijk verbeurde dwangsommen, meneer Kolgarik en zijn vrouw en strategos, dat staat er dus buiten, maar dat zijn die producties die zijn overgelegd, failliet verklaard krijgen. Zonder dat hij de deken had geconsulteerd of hij die stap mocht zetten. En dat is een regel tussen advocaten dat het je niet zomaar vrij staat een ex-cliënt failliet te laten verklaren. Dat heeft meneer Kuijpers ook geprobeerd en dat is hem tot en met de Hoge Raad niet gelukt. Ten aanzien van de laatste alinea, de laatste regel van de eerste alinea van pagina 4. Er is het vonnis geweest op 23 november 2001. Meneer Kolgarik gaat daarvan in hoger beroep. Hier is dus weerom niet sprake van een herroepelijk vonnis.
En ik verwijs weer naar de pogingen van meneer Kuipers om zijn cliënt Toegarik failliet verklaard te krijgen. Dat is dus bij de rechtbank geweest in Rotterdam, het Hof in Den Haag hier en Hoge Raad. Even kijken, dat is ongeveer een opmerking van mij over het midden van het stuk op pagina 4 over productie 20. Ik wil daarover opmerken dat meester Harp is vertrokken vanuit Rotterdam en dat in het GBA, dus gemeentelijke basisadministratie, geen nieuw adres was opgegeven. Dus hij was geëmigreerd naar België en het heeft nog wat moeite gekost aan de deurwaarder om dat te achterhalen. Ik laat je van de laatste zin van die alinea, die gaat over productie 20. Ja, dat gaat weer over de beslag, met excuus. Dat was dat nog niet duidelijk is. Dan heb ik op de eerste alinea van pagina 5 bovenaan. Hoge kosten. Er zijn enorm hoge kosten gemaakt. Er werd dus een dwangsommenburger van 50.000 euro. En dat is dus opgelopen tot 10.000. En ik zou dat willen wijten aan een dwangneurose, een soort explootneurose. Er wordt voortdurend exploten betekend. Je kunt je afvragen, maar heeft dit nog wel enige zin gehad? Als je een verjaardagsexploot betekent, snap ik dat. Maar die voortdurende exploten uitbrengen, die kosten zijn dus gewoon, die zijn betaald. Maar de vraag was geweest of dat nou nodig was. Ik meen dat ik dat even aan de nieuws melde. Midden op de pagina wil ik nog melden, mediahetsen. Vraagteken. Mediahetsen. Meneer Kuiper, zoals het heette naam, trap. Kan ik geen mediahetsen noemen. Mijn punt 14 is over het citaat. De zaak van Koegarik loopt dus nog. En dat had ik net al gezegd. Dat vonnis van 23 november 2011. Er is geen sprake van een onherroepelijk vonnis. Over een video. Nou, de video die meneer Brokjes heeft gemaakt van het moment waarop hij die brieven ging posten. Het blijkt dus nou net uit dat hij meende, dus de hele SDN meende te hebben voldaan aan het vonnis. En dat er dus maar 20 brieven zijn verstuurd en niet 24 of 26. Het heeft te maken met het feit, ik heb het ergens genoemd in de stukken, dat er een verkeerde zuinigheid is toegepast door SDN. Er zijn verschillende brieven in één enveloppe verstuurd. U wilt mij misschien vergeven dat ik niet weet waar ik het gezegd heb, maar ik heb het gezegd. Het staat ergens in de stukken. Dus anders verzoek ik aan mevrouw de griffier dat hier te melden. Dat is dus niet omdat er dus niet voldaan is aan die 24 zoekmachines opschrijven of aanschrijven, maar omdat er een verkeerde zuinigheid is toegepast. Dan over de alinea in het midden van pagina 6. U hoort het. De meesters Harp en Kuipers. Verwijten als pot de ketel. Lasteren en liegen over cliënt blijft hetzelfde. Ten aanzien van het midden van de alinea, die gaat over productie 27, wil ik opmerken, ook als weer hetzelfde, sorry. Het is geen onherroepelijk vonnis van 23 november 2011. En over de laatste alinea van pagina 6 wil ik het opvolgende opmerken. Ook uit dit vonnis blijkt dat de rechtbank, zelfs de rechtbank, van mening is dat de beledigende uitlatingen van deze Kuipers niet nodig waren. Ten aanzien van pagina 7 blok A wil ik graag verwijzen naar de memorie van antwoord zelf. En hier heb ik geen commentaar verder op. Ik verwijs daarnaar en naar wat ik in het pleidooi hiervoor heb gezegd. En ten aanzien van de eerste alinea van pagina 8 bovenaan werkelijk. Als een beroep op artikel 21 rechtsvordering al lastig is, dan weet deze advocaat het niet meer. En tot slot de grieven 8 en 9, daar wil ik het volgende over opmerken. Waarom zou artikel 160 voor de rechtsvordering niet van toepassing kunnen zijn? Alles wat op internet staat is fraudegevoelig. Handige personen kunnen daar op een geweldige manier mee lopen te manipuleren. En in dit geval kan niet worden gezegd dat het niet fraudegevoelig is. Dat is het wat ik nog te zeggen had. Ja, dank u wel. Heel kort. Ik wil ergens aan voldoen, maar ik ben wat vergeten. Dat is eigenlijk wat ik SDN wil zeggen. En wat zijn ze dan vergeten? Google.
Maar jongen, het is al de grootste provider in Nederland. Het ging niet om opheffen van de dwangsommen, hoor ik zeggen, om schorsing van het uitvoering. Wel, alle vonnissen zijn uitvoerbaar bij voorraadverklaring. In Nederland is het dan volstrekt gelegitimeerd en ook toegestaan om die vonnissen te executeren. Dat minister Hart vertrokken zou zijn zonder opgave aan het GBA. De wet GBA staat niet toe op buitenlandse adressen in Nederlandse gemeenten de basisadministratie worden opgenomen. Dat gebeurt dus ook niet, maar wat gebeurt wel, is dat er in een aanhangsel als het ware in het dossier het adres wordt opgenomen. En dat is dan ook gebeurd. Meneer Hart heeft zijn adres opgegeven naar een Belgisch adres. En dat is bekend, ik zie het ook aan de dagvaarding. Dat heeft de rechtbank ook zo geconcludeerd. Dan de explotoneurose waar hier over gesproken wordt. Het boek van rechtsvordering geeft aan dat een verbeurde dwangsom na een half jaar verjaart. En dan moet het gewoon elk half jaar moet dat, die verjaring gestuurd worden. Dat is ook gebeurd. Ja, dat is wat ik eigenlijk nog naar voren wil brengen. Misschien dat een kaart is aan deze. Goed, dank u wel. Dan zullen wij uitspraak doen op 28 februari aanstaande. Dank u wel. En dan zijn we aan het eind gekomen op deze zitting. Dank u wel. Dan zit ik misgesproken.